Daarnet in de backstage had ik last van een hongertje. Dus ik keek in de koelkast en helemaal achteraan in de onderste lade vond ik dit. Zouden jullie deze beschimmelde kaas nog opeten? Ik denk het niet, hè. Maar waarom eigenlijk? En zou je dan deze roquefortkaas wel opeten? Het verschil tussen deze twee kazen zit hem in de mycotoxines. Dat zijn giftige stoffen die gemaakt worden door bepaalde schimmels, waaronder deze. Er zijn er zo honderden bekend en je kan die vinden op zowat alle landbouwgewassen ter wereld. Appels, granen, noten, noem maar op. Ook in België. Maar welke mycotoxines hier dan precies voorkomen, dat was nog niet duidelijk. Daarom heb ik tijdens mijn doctoraat 3 jaar lang mijn eigen wetenschappelijke Ronde van Vlaanderen gedaan. Langs meer dan 100 landbouwbedrijven, van Veurne tot Voeren, met 1 simpele missie. Zoveel mogelijk stalen bemachtigen van vers geoogste maïsvelden. Waarom maïs? Wel, wist je dat 1/5 van alle landbouwgrond in Vlaanderen volstaat met maïs? 1/5. En dat is niet eens voor ons, maar voor onze koeien. Die waren dus ook loeiend enthousiast over dit onderzoek. Dus 3 jaar lang gezocht naar mycotoxines in maïs in Vlaanderen. Wat bleek? We vinden hier steeds vaker exotische schimmelstoffen terug. Fumonisines bijvoorbeeld. Die komen normaal enkel voor in regio's met lekker warme, droge zomers. In Zuid-Europa bijvoorbeeld. Maar hoe warmer en droger het hier in België werd, hoe vaker we die ook in onze maïs vonden. Van 2% van de maïsvelden in het eerste jaar naar 61% in het derde jaar. Nu, die fumonisines zijn pas giftig bij heel hoge doses, dus we hoeven ons nog niet meteen zorgen te maken. Maar dit kan wel een belangrijke voorbode zijn voor andere gevaarlijkere schimmelstoffen. Aflatoxines bijvoorbeeld. Die komen normaal enkel in Afrika voor, maar zijn in 2015 al in Frankrijk gevonden. Het is dus een kwestie van tijd voor we die ook in België te zien krijgen. En daar moeten we wel schrik van krijgen. Want die aflatoxines zijn zo gevaarlijk en kankerverwekkend dat ze zelfs al als oorlogswapen zijn ingezet. In de jaren 90 heeft het Irakese leger massaal aflatoxines geproduceerd en verwerkt tot biologische bommen. En die kregen dan de zeer poëtische naam cancer bombs. We moeten die schimmels dus goed in de gaten blijven houden. En beseffen dat klimaatverandering geen probleem van morgen is, maar van vandaag. Het is nu al bezig. Niet met apocalyptische taferelen, maar met dit soort kleine stapjes richting een andere wereld. Dus pas op. Want voor je het weet, ligt er straks geen stukje roquefort meer op je bord, maar wel een stukje cancerboom. Dank u wel.